Welkom bij deze kijkersvragen special. We hebben 9 vragen, 3 mensen, 3 vragen per mens. Go, oh, hey, jij kan rekenen. Jeetje, hey. Marcel. Wat goed van je. Nou, we gaan maar beginnen. De eerste kijkersvraag is anoniem trouwens. Dus tenminste, of het staat gewoon niet op mijn blaadje. Marcel is het vergeten bij te pakken. Yep. Nou, sorry, bij deze. Zou de PS1-series zoals Crash Bandicoot en Spyro ook hetzelfde succes hebben als dat ze vroeger hadden als ze nu waren bedacht? En gemaakt. En, of is de huidige generatie consoles te veel gericht op de actievolle games zoals Uncharted, Mass Effect, Halo? Ja, mijn eerste reactie zou zijn nee. Maar dan bedenk ik me ook ineens dat Skylanders dus, heel erg succesvol is. Maar het is natuurlijk niet zoals Spyro ooit begonnen is. Nee. Dus het is, nee. Wel, het is gewoon... En voor mijn gevoel is het de tijd van mascottes en zo. Echt zoals Spyro en Crash Bandicoot en Blinks. Van de Xbox. Ja. Dat is wel, die voorbij. Tijd is wel voorbij. Ja, alleen Nintendo kan Skylanders is ook wel iets beter uitgedacht met dat hele speelgoed, dat fysieke erbij. En ja. Ook. Het is niet meer zo van, hé, ik heb een schattig figuurtje en dat heeft een loopt ergens rond in de wereld. Koop dit. Ja, nee, er zitten bij Skylanders veel meer achter. Spyro en Crash kunnen gewoon prima werken als ze maar meegaan met hun tijd, zeg maar. Ik bedoel, de tijd is gewoon anders of juist zoveel niet. Jaar geleden. Zou ik zeggen, er zijn al zoveel actiegames. Doen we weer eens gewoon een platformer. Ja, ik zou het best willen spelen, ja, of dat succesvol wordt. Knack of zoiets? Ja, dat Knack, dat doen we daar best dat ziet er weer uit als echt zo'n oude game. Waar ik eigenlijk best zin in heb. Ja, van, meer dan een Killzone bijvoorbeeld. Ja. De volgende kijkersvraag is van Rafa. En die vraagt, wat vinden jullie ervan dat de PlayStation 4 waarschijnlijk later uit zal komen in Europa dan in Amerika en Japan? En waarom komt de PlayStation 4 dan later in Europa? Wij Europa zijn toch de grootste markt van Sony, maar toch moeten wij altijd als laatste wachten. Wat is het, jongens? Ik vind het helemaal nog niet zo zeker dat de PS3 of PS4 later in Europa komt. Dat is het gerucht, hè? Ik denk het eigenlijk wel. Ik zou het vanuit Sony's kant ook wel logisch vinden. Sony wil natuurlijk gewoon in Amerika van die Xbox winnen. En dan moeten ze er snel bij zijn. En als ze inderdaad problemen hebben met, we hebben niet genoeg voor de hele wereld. Ja. En Japan slaan ze sowieso niet over, want dat is hun thuisbasis. Nou ja, Nintendo heeft het ook gedaan. Nintendo Wii U lanceerde als laatste in Japan. Want Nintendo heeft gewoon een hegemonie in Japan. Sony gaat daar ook daar niet verliezen van de volgende Xbox. Nee. Dus, en wat ook zo is, de PlayStation 4 presentatie was heel erg Europa-minded. Ja, ja, zeker. Veel Europese sprekers. Sony Europa heeft hem georganiseerd. Mm-hmm. Heeft het zeg maar uitgedacht. En er was één Amerikaanse studio, Square Enix was er. En verder waren het allemaal Europeanen. Quantic Dream, Evolution Studios, Medium Molecule, Guerrilla Games. Ja. Allemaal Europees. Dus dat doet mij denken dat... Er is een andere mentaliteit binnen Sony. Dat het niet meer zo vanuit Japan is. Ja. De hardware is ook westers. Dus ik zie het nog best wel gebeuren dat Amerika en Europa lanceren en Japan Ik denk dat ze in ieder geval Amerika wel meteen meepakken. Want daar willen ze gewoon echt scoren. Ja, klopt. Okay. De volgende. Even kijken, dat is van DJ The Dream. Die vraagt of een remake van Final Fantasy VII, waar hij echt op wacht, in HD en vanuit hetzelfde gezichtspunt als het origineel, of dat een optie zou zijn voor Kickstarter. En, misschien nog wel belangrijker, welk bedrag denken jullie dat nodig is voor deze HD remake? Ja, ik denk dat het geen optie. Ik denk dat het geen Square optie Enix is. Gaat niet Square iets Enix op... Square Enix is veel te groot. Ja. Dat, je kunt niet zomaar zeggen, hey, wij verdienen al miljoenen. Nou ja, misschien maken ze verlies momenteel. Maar, en wij willen ook nog 5 miljoen van jullie hebben. Gewoon dat je die ons direct geeft. Ja. Ik denk pas dat Square met een remake van die game gaat komen als ze echt heel erg diep in de problemen zitten. Ja. Dan gaan de laatste redmiddel. Ja. Final Fantasy 7. Ja. Het zit al in de titel. Zo is het ooit begonnen. Het zit al in de titel. Precies. Nou, dat lijkt me duidelijk. Hoeveel geld? Zouden dan miljoenen. Miljoenen. En dat gaan ze, krijgen, dat gaan ze dan krijgen ook. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Goed, volgende vraag. Mohamed Abdul Kadir. Komt er een PS Vita Slim op de E3 van 2013? Nou, nee. Denk het niet. Sony gaat deze E3 gewoon keihard inzetten op de PS4. En als er iets komt voor de Slim, dan zou het voor de Vita, dan is het een prijsverlaging. Maar ze gaan niet al meteen een nieuwe... Ja, of zo'n hele kleine, minuscule modelverandering. Wat ze wel eens doen, is dat bij de iets efficiënter is. Maar dan had je ook bij de PSP dat je de 1000 en de 2000 serie... Ja, maar... Is er iets aan de Vita waarvan je zegt van, oh, hardware technisch... Ik mis zo'n soort knop of zo'n control stick of wat Als ze een nieuwe Vita kunnen uitbrengen met meer games, dan... Ja.
dan koop dat, ik hem. We hebben een nieuwe Vita. Hier staan wel games. Ja, die zitten gewoon al in. Gewoon bam. €150, 80 games. Ja, ik zou het kopen. Doe maar. Deze is voor mij zeker, hè? Ja. Oh, dat is een moeilijke naam, zeg. Carkinomaten? Even verder lezen. Refresher. Nou, dat is makkelijk. Die ken ik. En nou, die bedankt ons. Bedankt onze voorgangers voor het beantwoorden van zijn vraag. Het A-team. Het A-team, ja zeker. Wij zijn B-team. Zijn vraag is, de PlayStation 4 controller ziet er op verschillende punten anders uit dan zijn voorgangers. De next-gen Xbox is nog niet aangekondigd en zo ook niet de controller. Hoe willen jullie dat die nieuwe controller eruit ziet? Moet die ook net als de DualShock 4 anders zijn dan zijn voorlopers? Of moet hij hetzelfde blijven als nu? Voor mij moet de controller alleen goed functioneren en mij boeit het uiterlijk niet zo. Nou, jullie hebben er, Gamer is daar toen een hele reeks over geweest, naar de ultieme jullie. Ja, jullie, ja. Jullie, mensen. Je werkt ook voor Gamer. Ja, okay, ik doe van alles. Ja. Maar, klopt. Alleen ja, ik denk dat het grootste verschil nog steeds tussen PS4 en Xbox 720 wordt, dat gewoon die sticks. Ja, dat dus de ene wil je ze naast elkaar en, hebben, ja. Of wil je de ja, ene... Want je hebt nu al bij de PS4-controller dat die kuiltjes erin dus zitten, dat, zoals bij de Xbox. Dat verschil. Aan de triggers. En, ja, ook. Okay. Er zitten ook volgens mij kleine, ja. Maar in de, hoe heet het, in de knoppen analog zelf, analoge sticks zelf. Oké. Okay. Ja. Dus zodat je er niet meer van afglijdt. Ik denk niet dat, ik denk dat tot echt het punt is wat ze misschien, ja, ik denk niet dat ze dat aan gaan passen. Nee. Ja, en verder misschien inderdaad ook een en van scherm, een gimmick erin. Iets of zo, ja. Ik zou zeggen voor een Xbox controller een fatsoenlijke D-pad. Ja, en natuurlijk. Ja, is natuurlijk al, ja, die, er is al zo'n nieuw model. Ja. Als zij, nou, zo, maak die standaard. Maar als zij met Kinect gaan integreren, dan hebben ze ook natuurlijk veel andere opties erbij. Ja. Ja. Ik denk niet dat het bij Xbox de nadruk gaat liggen op de controller. Ja. Nee. Nee. Hebben jullie een favoriete controller? Jij bent, ook de controller. Ik ben. Ja, ik vind de PS3 iets fijner. Maar ik speel nog niet zoveel shooters. Ik speel meer action adventures. En dan is het eigenlijk wel prima dat ze... Kun je lopen en de camera tegelijk bewegen. En dan hoef je niet constant, zeg maar, ook nog die triggers vast te houden. Dus dan is het fijn. Ja, het is voor mij om het even. Het maakt mij niet zoveel uit, eigenlijk. Nou, volgende vraag dan. Van Stan de Bos. Als jullie een game spelen om te reviewen, spelen jullie deze dan vaak voordat die officieel uitkomt? Ik vraag me af hoe jullie dan multiplayer spelen. Of jullie dat alleen doen of tegen andere gamesites die de game ook reviewen. Regelmatig van tevoren. We spelen bijna altijd de game al voordat die uitkomt. Maar tegenwoordig is het vaak wel maar steeds maar een paar dagen. Ja. Ja, het is dan echt soms twee maanden of anderhalve maand of zo. En de multiplayer, ja, soms tegen gewoon online tegen andere game. Maar dus daar worden ook vaak evenementen voor georganiseerd. Dat je een dag lang wordt opgesloten met andere gamejournalisten. En dan tegen elkaar aan het knallen bent. Zoals volgens mij laatst bij Alien vs. Predator. Ja, en onlangs bij SimCity nog de review sessie. Was ook 2 dagen lang, 's middags of overdag op kantoor. En dan inderdaad in een gecontroleerde omgeving kan je dan de multiplayer testen. Voordat die uit is. Ja, het is toch wel altijd anders dan als je de multiplayer zelf online speelt. Ja, dat merk je nu, want SimCity lanceerde en het... Er waren nog altijd probleempjes. Ja. Ja. Ja, dat zal je altijd zien. Ja, even kijken. De volgende vraag. Dan zijn we bij DJ The Dream. Nogmaals, 2 vragen stellen. Doe maar. Afgelopen vrijdag was Flikker Maastricht op tv. En daar knalde een jongen die een shooter speelde heel veel scholieren af, omdat hij door hun gepest werd. Wat vinden jullie als gamers ervan dat een serie dit onderwerp gebruikt? Het is nep, maar voor hoeveel mensen hebben nu zoiets van, zie je wel, al die schietpartijen komen toch door games. Want er keken zo'n 1,9 miljoen mensen naar die aflevering. Denken jullie dat het echt... Denken jullie dat hebben op de mindset van mensen? Er zullen vast wel mensen zijn die dat denken, ja. Ja, want ik heb natuurlijk regelmatig terug in de media. Ik heb een stukje van die aflevering net gekeken, van de schietpartij zelf. Ja. Ik vond het vrij heftig dat het om 8:30 op tv komt, bij de TROS. Ja. Maar dat was... Hij speelde games, maar hij werd ook heel erg gepest. Hij ging niet aan het moorden slaan omdat hij games speelde. Lag de nadruk in de serie meer op het pesten? Ja, dat durf ik niet te zeggen om heel eerlijk te zijn. Maar dat is inderdaad... In zo'n echte soort gelijke situatie, het is natuurlijk al vaak gebeurd dat zo'n schutter ook videogames speelde. Ja. Ja, wie niet tegenwoordig. Dat is het moeilijke, vind ik ook. Van, wie speelt er niet Call of Duty, weet je wel? Best wel
effect hebben of zo. Maar overgrote merendeel is gewoon al gek voordat ze... Je hebt nu ook zo'n tegenwoordig zo'n halve reality show op tv die niet echt is, maar het is alsof het wel gesloten deuren. Oh, ja. Jazeker. Ja. Oh. Ja. Ik ben een liefhebber. Ja. Oké, ga door. Maar daar werd een school in genoemd en dat ging over kindermisbruik. En die school, dat was een echte bestaande school en die kreeg toen allemaal telefoontjes van... Hey, oh, wat is dit? Dus er zitten wel mensen in. Maar aan de andere kant, wat vinden wij daarvan? Ja, als iemand besluit om dat te gaan geloven op basis van tv, dan kan je daar ook niet veel mee. Dan gaat het toch wel gebeuren. Die link wordt toch gelegd. Ja. Dus wat moet je daar dan nog van zeggen? Dat is denk ik ook maar zo'n klein percentage van de mensen, van die 1,9 miljoen. Ja, ik denk dat een heel groot deel van die groep ook gewoon zelf videogames speelt. Ja. En Flikker Maastricht kijkt. Ik kijk het anders. Ja. Dan wel weer de laatste vraag. Oké. Okay. Ja, en die is van vaste gast. One Gamers. Wangamers. Okay. En hij vraagt, waarom brengt Sony keer op keer dingen op de markt? De Move, iToy, PlayStation Eye, de 6X's en misschien de PS Vita. Om die dingen het eerste jaar aan te prijzen en er de volgende jaren geen woord meer over te reppen. Het kost toch handenvol geld om die dingen te produceren. Waarom dan telkens die dingen na een jaar dood of zo te zwijgen? Ja. De wegen van Sony zijn ondoorgrondelijk. Ondoorgrondelijk, ja. Nee, ze zijn niet zo makkelijk op te sporen. Als in, ik denk dat we soms niet beseffen hoe daadwerkelijk effectief marketing kan zijn op een specifieke doelgroep als je niet tot die doelgroep behoort. Ja. In, die producten die worden daadwerkelijk wel verkocht. Als in, Move heeft ook miljoenen verkocht. Ja. PlayStation Eye ook, iToy. Alleen je merkt het niet, omdat wij zien dat niet. En voor mijn gevoel komt er ook niks nieuws meer vooruit, maar dat zal ongetwijfeld al wat zijn. Dat is een hele andere wereld wat dat betreft. Daar bemoeien wij ons niet te veel mee, want het spreekt ook helemaal niet het publiek wat wij bedienen aan over het algemeen. Nee, ja. Ja. Ja, ik heb bij Sony ook af en toe wel het gevoel dat ze gewoon een heleboel dingen proberen. Ja. Ja, en dan kijken wat lukt. Een beetje we gooien dat er wel in en we proberen dat. Dat zag je ook meteen bij de PS3-lancering, dat elke game opeens die 6X is gebruikt. Ja. Lair bijvoorbeeld of zo, moest je geloven die draken. Uncharted had het, de eerste Uncharted had een en dan boomstam moet lopen. Merk ze toch dat na twee games of zo van eigenlijk vinden gebruikers het belachelijk in. Ja, ik kan me geen recente game herinneren. Sony blijft lastig te doorgronden ook met hun reclame. Nou ja, bij de Vita hadden ze het ook. Dat tegen het licht houden en zo en dat soort dingen, weet je. Ja. Dan proberen ze er gimmicks in te stellen en dan na 1-2 games komen ze erachter, want het werkt eigenlijk helemaal niet. Ja, of mensen vinden het helemaal niet leuk om te doen. Nee. Nou ja. Nee, dus daarom? Ik ben benieuwd of die houding zo door blijft gaan als de PlayStation 4 er is. Want we hadden het net ook over dat toch wel een vrij Europese aankondiging was. Veel Europese mensen dus bij betrokken zijn. Ja, ik vond of dat een soort cultuur ik denk het wel. Ik vond het heel erg gericht op gamers. Als in, iedereen is een gamer. Ja. En wij richten ons niet op casual of iets. We richten ons gewoon op iedereen. Ja. En iedereen moet dan, volgens ons gamet iedereen. Dan maken we geen onderscheid in dat, dit is leuk voor een kind of wat dan ook. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat het best positief uit kan pakken. Ja. Zeker als Microsoft helemaal op de andere kant op gaat. Ja. Dat is toch wel waar ik een beetje bang voor ben, als ik heel eerlijk ben. Maar dat is een andere discussie. Ja. Misschien voor 26 april als hopelijk de nieuwe Xbox wordt aangekondigd. Ja. Spannend. Ja. Dat waren ze. Het waren er geen 9. Ik heb verkeerd geteld. B-team. We waren nog zo blij voor. Precies. Ja. Je kunt niet meer verwachten van ons. Nee. Volgende week hopelijk 9 vragen of iemand die wel kan tellen.